heeft ruimte. Wow, pas op. Oh, jezus, voor mijn poten. Ik werd enorm voor mijn poten getrapt. Waarom had er niet van gefloten? Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe FIFA 17 Ultimate Team. Dit is op het moment ons team. Maar ik wil een ander teampje gaan maken, want vaak genoeg tijdens de Weekend League heb je wel eens een knockout sessie of wat dan ook, waar een vereiste bij zit. En oké, dit is een Calcio A, League 1, La Liga en Bundesliga, niks, MLS, niks. Nee, dan zit hij hier natuurlijk net weer niet tussen. Wat ik bedoel is BPL. Ik wil een Premier League team maken. Ik heb op mijn andere schermpje heb ik al een team klaarstaan. Dat is het meest typische team wat ik altijd tegenkom, al ben ik zelf aan het spelen. En die gaan we nu zelf ook namaken en hopen dat die niet al te duur is. Maar daarnaast, ik heb nog de rewards van de Weekend League. En dat is een mega pakket en een goudspelers premium pakket. Dus hopen dat hier al een capabel Premier League spelertje in zit die we kunnen gebruiken. En dat zit er niet in. Tenminste, ik ga nu ook gewoon Premier League spelers sparen. Dus alles met Eng 1 in hun naampie, die ga ik eens even lekker opschuiven. Oké, en dan hebben we nog een ander pakketje. Een mega pakketje. Geeft u even een lekker sterretje eruit. Dat is een groot sterretje. Een walkout. Welke club? Oh nee, Frankrijk. Oh my god, Frank. Es is Frank Ribéry. Jawel hoor. Ah, leuk je te zien. Ik was niet echt van plan je te gaan gebruiken. Hey, Vincent Kompany. Komt dat even goed uit? Dat is een fucking goede BPL-verdediger. Deze is waarschijnlijk echt mokerduur. Want dit is echt een van de beste BPL-verdedigers die er is. Nou, oké, 20k. Even in de teampie stoppen. Van de grond af. En we noemen hem BPL-kutjes. Oké, misschien een beetje grof, maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon alvast al mijn spelers erin zetten van BPL die ik al heb. En dat zijn er niet zo denderend veel. Dan heb ik in ieder geval alvast een basis om mee te beginnen. Oké, dit zijn de huidige Premier League spelers die ik heb. 4. Ik heb de 4. Laten we dat teampje maar gaan namaken. Dit slaat nergens op. Nou, dan is dit zo'n beetje het team wat we bij elkaar hebben kunnen sprokkelen. Met Butland op doel, Lucky Shaw linksback, voorhoofdman daar, Chris Smalling, Kyle Walker, Fernandinho, N'Golo Kanté, Dembele. Dan hebben we hier, ik ben zijn naam kwijt, Mané, Vardy en Hazard, Leen Hazard. Maar daar zou uiteindelijk Martial terechtkomen. Maar ik geloof dat ik zelfs hier nog een andere lane speler voor had staan die ik er zelfs in zou kunnen gooien. Mkhitaryan zou nog rechts mid kunnen. Ik heb hier nog een Martial, heb ik ook nog staan. Nou, dat komt uiteindelijk wel goed. We beginnen in ieder geval hiermee. En dan ben ik best wel benieuwd hoe dit team speelt. Oké, onze eerste tegenstander zal zijn KF Kloppenhagen. Met een geinig La Liga slash... Hij heeft van alles wat. Oké, ik weet dus niet hoe ik met dit team moet spelen. Dit is daadwerkelijk de eerste keer dat ik met zo'n BPL-team speel. Maar we gaan er gewoon wat moois van maken. In de hoop dat het gaat werken. En kijken wat voor aids het BPL-team-P-syndroom nou is. N'Golo Kanté. Hij heeft zo'n leuke naam, joh. Oké, Vardy. Oh, Vardy is er langs doorpasen. Fernandinho, staat iemand voor? Ja, leuk. Maar hij heeft meneer Handanovic op doel, hè? Als er iemand ballen vast kan pakken, is het meneer Handanovic wel. Doorpaas op Hazard. Oh, Hazard gaat diep. Gaan we er wat mee doen? Jamie Vardy, even inhouden naar beneden. Huppakee, hoekje in, bijna. Handanovic zit eraan. Tuurlijk zit Handanovic eraan. Dat gretig manneke weet hoe die fucking ballen moet vastpakken. Oké, Mané. Oh, door naar Fernandinho, kan hij hem voorgeven. Kyle Walker. Jammer. We hebben hem vast. Dembele. Mep. Oké. Vardy. Oké. Mep. Ja, maar hou op eens even, meneer Handanovic. Mep. Ja, maar dat was gewoon leuk. Dat kon ik niet laten. En Hazard is aan het lopen. Hij is pittig snel hoor. Door naar de achterste lijn. Kunnen we er wat mee? Tap. En gaat helemaal verkeerd. Fernandinho staat ook niet goed. Oh, Kyle Walker. Wat een enorme fout.
Wat een enorme fout, maar Butland, de overpowered motherfucker, die heeft hem uiteindelijk alsnog. Oh my god, hij staat zo krap. Hij staat zo krap, dat was te verwachten. Lekker ervoor gaan liggen. N'Golo Kante. Oké, we hebben hier ruimte tussendoor. Kante. Fucking N'Golo. N'Golo. Got him. Heel goed, Jamie Vardy tussendoor. Got him. Oh, bijna. Fucking Moussa, waarom? Oh nee, dat is maar nee. Sorry, Moussa heb ik elke keer in mijn hoofd. Moet ik niet in mijn hoofd hebben. Oké, de counter van je welste. Chris Smalling. Oké, niet goed gestruikeld. Bijna. Wat? Hij ging niet naar beneden toe. Ik ben de lul. Ja, dat was hem. Hé, hey, counterleven. Omdat mijn fucking gast hem niet wilde scoren. Ik vind die Mané vind ik best zinloos. Ik bedoel, hij is ook 79 rated. Maar hij werd op dit schermpje naast me werd hij aangeraden. Nou ja, ik bedoel, het valt altijd te proberen, toch? Vardy, in één keer. Wat is er met jouw linkerpoot aan de hand, man? Is dat gewoon een stok? Ben je piraat geweest in een vorig leven of zo? Eerste helft is voorbij. Ja. Kante. Door naar Mané. Hey, zullen we ze even niet doen? Handanovic. Zo de tief toch eens aan eind op, man. Je overpowerde teringhond. Oké. Naar boven. Ja, en dan zo. Ja, ik dacht al hoor. Vier beide paaltjes. Maar jemig, die moest er echt wel even ingaan. Dembele. Gek manneke. Dankjewel. Even een 1-2. Ja, lekker hoor. Even er langs. Ik zie hier een dubbel tap op N'Golo. N'Golo wordt even lekker gestruikeld. Oké. Jamie Vardy. Wow, Fernandinho. Lekker bezig. Twee goals vlak achter elkaar. Meenemen. Kante. Mooi. Terug. Oh, kom op. Dat gedoe met... Hazard. Handanovic. Fucking de gekste. Oké, Kyle Walker creëert ruimte voor Moussa. Gaan we uiteindelijk niet doen, want het is te overduidelijk. Dan hebben we hier Hazard. Gaan we terug naar beneden. Gaan we omhoog. En dan Jamie Vardy. En dan... Dat linker pootje van jou is zo zwak. Lucky Shaw. Hazard. Even tijd creëren. Ja, we hebben hier genoeg tijd. Als hij niet aanvalt, ja, dan kan ik gewoon lekker blijven staan en gewoon niks doen. Dus ik hoef niks te doen. Maar je kijken. Ik kan hier gewoon staan. Hij valt me niet aan. Ik heb alle tijd van de wereld. Nou, dan paas ik even een paar keer en dan kan ik weer blijven staan. Ja, dat krijg je als je gewoon niet aanvalt of jaagt tijdens je verdediging. Huppakee. Dan kan ik gewoon rachen en tijd verspillen en wat de fuck ik ook wil. Nou, dat was de eerste wedstrijd. 2-1 winst. Ik wil wel de reddingen van meneer Handanovic zien. Dembele trouwens 9,3. Fernandinho 9,4. Lekker bezig. Reddingen Handanovic. Tuurlijk Handanovic. Tuurlijk. Hey, jongens, wist je nog dat één dingetje staat gelijk aan een pakket? Wacht, what the fuck is dit? Dit is goud topspelerspakket. Oké, er zijn er maar 6 zeldzaam. Nou ja, geeft u mij zo'n kappa pakket. En het is een klein sterretje. Het is... I don't give a shit. Onze volgende tegenstander is FC Akap. En die heeft een Bundesliga teampie relatief budget. Veel succes. Laten we er een mooie wedstrijd van worden. Ik val wel onder de categorie vieze jongens. Maar accepteer het maar eventjes. Meneer Mané. Ik weet geen eens wat voor skill moves meneer Mané heeft. Wat moet ik hier nou weer mee? Haha, dat rijmt enigszins. Jamie Vardy komt voor de bal. Even wachten. Even bal kwijt. Even meneer Mané, schiet. Heeft hij hem aangeraakt? Nee, dat niet. Jammer. Mané, ga eens even lopen. Dankjewel. Gewoon lekker rennen. Rennen met die benen. Dankjewel, dat is exact wat ik bedoel. En lekker achter de man, lul! Mané, doei. En nogmaals, op een rebound. Zit er niet in. Leno heeft hem klemvast. Oh, dat is gevaarlijk. Oké, dit is wel goed. We hebben ruimte. Jamie Vardy loopt tussendoor. Ik moest even wachten. Jamie Vardy. Got him. Lekker bezig. Rustig aan, hoor. Dit is kak. Meneer Castro, even niet doen, alstublieft. Gewoon even niet. Ik druk te veel op knoppies. Nee, daar staat niemand. Niks aan de hand.
Wie hebben we hier? Meneer Hazard. Kunt u er even wat geks mee doen? Weet je wat? Gewoon rennen. Dat is best gek. Dat is pittig gek. Dat is best wel gek. Wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt nou? Bal kwijt. Dat is wat er gebeurt. Fucking koekwous. Ja, dit is lekker. Mané. Mané. Lekker. Mané. Even wachten, even doorlopen, even tik 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 en tik 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 en dan heeft hij hem aangeraakt en heeft Leno de bal. Oh, ik heb de bal. Oh, dit is goed, dit is goed. Dit is niet goed. Dit is wel goed. Hoe de fuck is die bal er langs gekomen? Jamie Vardy gebruikt eindelijk eens zijn linkerpoot. En even naar beneden toe. Oh, Jamie Vardy heeft ruimte. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Oh mijn god, ja, dat is hem hoor. Ja, dat is hem hoor. Er moet sorry gezegd worden. Maar dat was een ad. Dat was een ad van Piszczek. Ja, maar jezus, dan heb ik geen hattrick met Vardy. Dan moet ik nog een keer scoren. De balletje moet mee naar huis, jongens. Fernandinho. Door naar Jamie Vardy. Oh, die keeper staat wel erg ver. Ah, jammer. Ik dacht ik probeer het gewoon. Dembele heeft daarentegen de bal weer. Daar kunnen we wel wat mee. Hazard, terug naar binnen. Heel goed. Eens even kijken. Oppassen. Heel goed. En dan zo. En dan even iets vaart erachter zetten. Even terugpassen. En even Kante. Nogolo, Kante. Nogolo, Nogolo, Nogolo. Nou ja, eerste helft is in ieder geval voorbij. Zo. Hazard. Mooi gedaan. Mooi gedaan. Mooi gedaan. Mooi gedaan. Lekker vechten. Heel goed. Lekker ellebogen, dat manneke. Piszczek is daarentegen niet zo snel. Gaan we naar binnen? Nope. Oké, we wachten even. Nu zo. Ja, maar... No my god! Ik speel hem zo verschrikkelijk hard uit. Oh, Mané. Even naar boven. Ja, dit is goed hoor. Hij is het zat. Mané, alsjeblieft man. Hazardje. Lekker gelopen, mijn jongen. Goed inzicht. Even terug. Heel goed. Nogolo. Nogolo. Nee, ik was te voorbarig. Cheeky. Nee, dat was niet cheeky. Ik wilde iets van een hakje of een... Ja, gewoon iets met LT. Jezus. Jamie Vardy. Nou ja, als hij me zoveel ruimte geeft, dan kan ik dat toch gewoon doen. Dan kan ik dat toch gewoon doen. Waarom doe je dat nou weer met links? Mané. Maar wat is er met Mané? Waarom is hij zo slecht? Oké, Jamie Vardy. Naar beneden. Terug. En dan zo. Nou, dat was bijna hoor. Daar hadden we hem bijna, hè. Bijna, hè. Komt-ie. Nee. Dembele. Door naar Kanté. Inhouden. Vardy wilt gaan. Doen we gewoon niks mee. Maar zo! Je kan ook gewoon enorm kut schieten. Fucking Kanté nu. Mané heeft het. Het komt door dat apostrofje op die hè. Dat zit gewoon niet. Lucky Shaw. Door naar Vardy. Even terug. En dan even zo. En even naar beneden. En dan lekker de bal kwijtraken. Maakt niet uit. Het is 4-0. We mogen naar huis. Weet je wat, doet hij maar gewoon weer even lekker op Ketty. Van 6 op 4 punten. Grote ster, kleine ster, kleine ster. Ja, jammer dit. Really, er is een 87, maar nee. Ik heb helemaal niet naar jouw statistiek gekeken, maar wat ben... 99 snelheid. Wat ben jij enorm snel. Waarom zit ik dan met die verkrekte 79 versie? Oké, onze volgende tegenstander is FC Mahdi 96 en hij speelt 4-3-2-1 met een Bundesliga team. Interessant. Dat is een van de weinige keren dat ik, hoe heet ik weer? Chicharita in de spits zie. Dat is, die zie je niet vaak. Oh, meneer Ribéry, meent u dit? Maar je bent helemaal niet meer zo snel en je stamina is ook bout. Dus ja, sprint alsjeblieft grote afstanden. We hebben Mané, die is aan het lopen. En kan er weinig mee. Er zit af en toe een lagje. Mané heeft opeens ruimte. Ga schieten. Veerman heeft hem. Wel te verwachten. Veerman is een goede keeper. Oké. Hier hebben we Lucky Shaw. Lucky Shaw? Fuck it. Luke Shaw. Zo, Veerman. Oké. Ja, Jamie Vardy. Naar beneden. Even. Zo. Wat was dat? Hij stond in de weg. Ja. Oké, Hazard wilt gaan. Hazard wilt gaan, maar we openen even aan de zijkant. Lucky Shaw. Tik hem door. N'Golo Kanté. Hij had niet echt de ruimte om een goed schot te lossen. Oké, misschien op de counter? Nee, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Even terug. Even tijd creëren, hè. Even naar binnen toe. Ja, nou ja, als hij me die ruimte geeft. Dan even lekker terug.
Fernandinho. Zo, Veerman. N'Golo Kanté, je staat niet bij het spel. Vreugde. Jongens, vreugde. Die had sowieso ingemoeten, want zijn keeper kwam uit. Dus ze kon opeens schieten. Omdat, ja, er was opeens ruimte voor. Alleen hij ging er niet in één keer in. Dus moest hem twee keer. Ja. Oké, dat is goed, dat is goed. Kunnen we een 1-2... Nee. Dembele. Ah ja, dan maar schieten. Nee, het zat er niet in. Maar nee, staat nog goed aan de zijkant. Kunnen we even ruimte mee creëren. 1-2. Dan terug. Dan zo. Dan Dembele. Zo, maar wat is er allemaal met jullie linkervoet aan de hand? Nou, dat was in ieder geval de eerste helft. Veel meer pogingen en shit. Alleen Veerman is een best goede keeper. Paast hem mooi. Meneer Kanté zoekt even de ruimte. Kan pasen. Hazard vanuit de draai. Oh god. Oh, meneer Kanté. N'Golo. Moussa Dembele. Ploep. Jammer. Beter. Te verwachten. Even naar binnen. Zo, dat was maar even een actie van meneer. Maar nee hoor. En ik heb er gewoon niks uitgehaald. Oh nee. Nee. Zo. Daar had hij bijna even gescoord hoor. Ja, en hij velt natuurlijk een hoekschop. Ja, maar hallo. Gutsen die kopt. Ja, maar hallo. Oké, Vardy wil gaan. Maar de aanname was kak. Dan hebben we hier Fernandinho. Even je plek beschermen. Heel goed. Maar nee. Buitenkant voet, joh. Oh, en dan loop ik hem zelf... Ah, nee. Ik loop hem niet zelf uit. Gelukkig. Oké. Kyle Walker aan de zijkant. We gaan weer terug naar binnen. We gaan hier. En dan daar naartoe. Hazard. Kan je er wat mee? Jammer, hoor. Veerman, die heeft hem goed, hoor. Oké, misschien nu dan? Ah, joh. Ik was bezig met het schieten. Alleen, hij zat in sprintmodus. Dus dat werkte niet zo lekker. Wat probeer je daar nou? Zo. Ja, mijn man liep er ook gewoon letterlijk in zijn sliding. En dat was de wedstrijd. 1-0. Maar ik had wel meer kansen. Maar ze gingen er gewoon niet in. Veerman, best goede keeper. Pakketje. Wat zit erin? Grote ster in voor hem. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Ik bedoel, Martial die moet sowieso nog... die zou na Hazard zou die in het team komen. Nou, komt dat even goed uit. In vormversie. Hoeveel is die waard eigenlijk? Holy shit, koop nu prijs 2 miljoen. What? Hij is zo duur. Really? Hij is maar 84. Jongens, alsjeblieft. Wauw. Als ik deze verkopen, kan ik echt mijn Bundesliga-team afmaken. Ik kan het ook niet doen. Oké, onze laatste tegenstander voor vandaag is FC Batini 55. Ik denk, we doen gewoon nog even lekker één wedstrijd. Dit is Spanje. Ik zat ervan, ik zie La Liga, ik zie Bundesliga, hoe kan dat nou? Het is allemaal Spanje. Veel succes, mijn jongen. Veel succes, meneer Callejon. Ik heb gehoord, pittig goed. Oké, Jamie Vardy. Mijn speler werd tegengehouden, maar ja... Kan ook gewoon even lekker crossbar challenge gaan doen, jongens. Oké. Ik zie Jamie Vardy. Aanname is goed. Ik moest gelijk schieten. Anders zou het niet goed uitkomen. Nou ja, het heeft uiteindelijk nog een corner opgeleverd. En dan uiteindelijk komen we hiermee op uit. En jammer. Oké, Vardy tikt hem door naar Mané. Mané heeft ruimte aan de zijkant. Kan ik er hier wat mee? Dit is wel erg ver. Dat was wel heel ver. Fernandinho! Ja hoor, dat is hem. Lekker bezig, meneer Fernandinho. Dempie. Oh, Hazard heeft hem al afgepakt. Woep, lekker. Woep, got hem. Meneer Mané heeft ruimte. Woep, pas op. Oh, jezus, voor mijn poten. Ik werd enorm voor mijn poten getrapt. Waarom had ik er niet voor gefloten? Nou, dat was de eerste helft. Een beetje apart. Kan niet helemaal mijn draai vinden, maar vooruit. Oké, dit is best goed. Dit is best goed, hoor. Jongen, die had er best wel in gemogen. Oh. Even wachten, even zo. Even schieten. Nee, zit er niet in. Fernandinho, mup, zit er nog steeds niet in. Hij krijgt het elke keer voor elkaar om een voet tussen te krijgen, joh. Maar wat gebeurt daar? Wat gebeurt hier? Meneer Kontland, pakt u even de bal. Lekker.
Oké, meneer Mané. Dit is wel een mogelijkheid, hoor. Dit is wel een flinke. Komt-ie. Ja, dat had ook wel gemoeten, hoor. Je had zoveel ruimte, ik kon er binnen steken. Dan heb je ook niet veel shooting nodig om een 1-op-1 te winnen. Eroverheen. Hop. Ja. Naar beneden. Ja. En dan... ja. Zo, die zit er lekker in, hoor. Die zit er lekker in. Moet sorry gezegd worden. Dag. U mag optieven. Lekker veel muntjes. Ik heb, wat gedaan? Oh, kijk aan. Ik heb de titel gewonnen. Nou, wat een feest. Door naar de volgende divisie. Zou ik nog zo'n inform uit de Rampank Anti mogen? Ik heb al zoveel geldjes aan jullie besteed. Kleine ster, nevermind. Ah nee, niet hem. Hij heeft net zo bout staan presteren bij dat team en dan geef je hem aan me. Wat moet ik ermee? Weg. Nou, ik moet zeggen, nu ik er even mee heb gespeeld. Wat een belachelijk team. Zit goed in elkaar. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. Wil jij meer van mij zien? Dat kan. Dan moet je eventjes hier drukken of hier. En dan zie ik jou graag bij de volgende aflevering. Doei doei!